Hi there. It's currently 9:01, with a current temperature of 9 degrees Celsius. Today's low is 6 degrees Celsius, and the high is 18 degrees Celsius. Looks like it'll be a... Even bijkomen.
Iedere ochtend loop ik 20 minuten hard. Bijna 4 kilometer. En dat is goed vol te houden. 20 minuten hard lopen. Leek voor mij in het begin best wel lang nog. Maar dat gaat zo voorbij. En zeker als je hier loopt, mooie natuur. Verder hebben jullie natuurlijk al een gedeelte gezien. En wil ik wat gaan uitleggen over hoe mijn routine eruit ziet. Wat ik doe, eigenlijk begint het al de dag van tevoren. De avond van tevoren leg ik mijn kleren klaar. Eigenlijk altijd mijn sportkleren, omdat ik gelijk ga hardlopen. Of niet gelijk ga hardlopen, maar eerst doe ik dan wat jullie net hebben gezien. Waar ik zo op terugkom. Een andere workout routine en daarna ga ik hardlopen. Raad ik ook aan om te doen, gelijk je kleren aan te doen. Kleren klaar te leggen. En in de ochtend gelijk aan te doen, hoef je nergens over na te denken. Dat scheelt een hoop. Verder zet je wekker. Sowieso. Anders ga je wakker worden, ga je op je telefoon zitten. En dat is niet best. Verder zet je wekker op het tijdstip dat je zelf wilt. Het gaat er niet om dat je om 6 uur opstaat, om 4 uur 's nachts of om 11 uur 's ochtends. Als je maar die routine volgt, want het gaat erom dat je iedere dag. Je mag zeker rustig beginnen, alleen met mediteren bijvoorbeeld, of alleen maar met hardlopen. Maar het is belangrijk dat je iedere dag iets doet, wat best makkelijk is. Bijvoorbeeld, ik lees iedere dag 20 bladzijden. 10 bladzijden is heel erg makkelijk. 20 duurt voor mij ongeveer 3 kwartier. Misschien een half uur, ik weet het niet. Maar als je dat iedere dag consistent doet, dan ga je op een gegeven moment, na een jaar, dan ben je zoveel veranderd. En daarom raad ik dat aan om zeker te doen. Verder zet je wekker. Ik had hem vanochtend om 9 uur, omdat ik gewoon per se 8 uur slaap wilde. Maar normaal gaat hij om 7 uur. Ik heb ongeveer 7 uur slaap. Ik wil 6 uur slaap gaan proberen. Maar dat lijkt me toch nogal weinig. En ik sport iedere dag. Ik wil dat mijn lichaam goed herstelt. Dus ik ga kijken of dat werkt. Verder. Zet je wekker. En zet je wekker. Legt hij op een plek waar je eruit moet. Zorg dat je in beweging komt gelijk iedere ochtend. En dat zorgt ervoor dat je al een stuk wakker wordt. Ik loop gelijk de trap af. Ik ga gelijk plassen en dan weer naar boven en dan lezen. Goedemorgen. Ik leg mijn wekker dus gewoon, zoals jullie zagen, net buiten handbereik. Dan moet ik mijn bed wel uitkomen. En dat is ideaal, dan kom je gelijk in beweging. Ik word wakker. Ik ga dan plassen en dan gelijk lezen. 20 bladzijden iedere dag. En zo ben ik. Ik ben begonnen met The Miracle Morning. Dat is het boek waar dit over gaat, mocht je het nog niet weten. Daarin beschrijven ze eigenlijk hoe je deze routine voor jezelf kan creëren en wat de beste dingen zijn om te doen. Daar heb ik het vandaan. Ga die echt lezen. Echt een topboek, heel makkelijk. Volgens mij niet eens 200 bladzijden, als ik het goed heb. Echt ideaal. Topboek, raad ik iedereen aan. En dat is de basis van heel heel deze routine. Ik ga de camera even neerzetten. Ik raad het wel echt aan om vroeg te beginnen. Want het is nu een stuk drukker hier. En ik heb niet meer dat gevoel dat ik meer doe dan de rest. En dat is wel belangrijk. Dat geeft je meer inspiratie, meer motivatie. En ik denk dat dat wel het gevoel goed beschrijft. Misschien het is moeilijk uit te leggen, maar als je vroeg opstaat en ik ben hier dan meestal om 8 uur. Ja, stop. Het kan zelfs nog eerder. Mocht je ervan houden, mocht je dat willen. Maar het gaat eigenlijk om dat je, als je nog een baan hebt, dat je voor je baan begint, gewoon een uur neemt voor jezelf, voor je persoonlijke ontwikkeling. En that's the key to succes. Na die 20 bladzijden lezen ga ik altijd even in mijn journal schrijven. Waar ik dankbaar voor ben, minimaal 3 dingen. Moet je zelf maar eens proberen als je op de fiets zit in de trein. Bedenk eens 3 dingen waar je dankbaar voor bent. Ik heb er zo vaak over gelezen, mensen. En het klopt ook, weet je. Als je op het moment dat je je dankbaar ergens voor voelt, is er geen plek voor depressie, angst, boosheid, frustratie, noem het maar op. Dus dat is top. En nadat ik dat heb gedaan, zeg ik tegen Google dat hij even een wekker moet zetten.
top guru moet je echt nemen. En dan 5 minuten mediteren. Nergens aan proberen te denken. Net zoals bij het boeddhisme, veel moeilijk. Nergens aan denken is echt moeilijk, maar zoek de stilte op. Denk eens nergens over na. In deze samenleving is het tegenwoordig altijd zo dat we overal instant access toe hebben. Probeer dat eens. En na het mediteren doe ik ook nog eens 5 minuten yoga. Dat is eigenlijk niet eens dubbel, maar dat is ook heel rustgevend. En je wordt er langzaam al wat leniger van. Ik heb een kleine kamer, dus voor mij is het soms moeilijk om volledig de oefeningen mee te doen. Maar goed, geen excuses. Verder, na mijn yoga doe ik 5 minuten buikspieren. Ik typ gewoon op YouTube in 5 minuten ab workout. Niet iedere dag hetzelfde eigenlijk. Ja, heel soms hetzelfde en dan vaak een andere. Verder, daarna 5 minuten chest. Ik wil dat mijn borsten meer gespierd worden. Dus ik doe gewoon 5 minuten chest workout erachteraan en dan 5 minuten touwtje springen buiten. Dat is echt top. Touwtje springen is echt een goede oefening. Het begint een beetje te waaien hier. 5 minuten touwtje springen. Zoals jullie hebben gezien. En dan gaan we hardlopen. Ik zit nu stil voor de eerste keer. Normaal, wat ik zeg, ben ik 20 minuten bezig. Kom ik thuis en neem ik een koude douche. Eerst nog even water met citroensap. En dan niet volledig koude douche. Eerst een beloning, warme douche. Ik weet dat sommige anderen er anders over denken. Volledig koude douche kan ook heel goed zijn, maar ja, ik wil me toch zelf belonen. Dus dat moet je ook zeker doen. Dus stel je eigen morningroutine samen. Lees het boek. En tegelijkertijd dat je het boek gaat lezen, begin dan gewoon met je routine. Dat heb ik ook gedaan. Volgens mij na de eerste keer dat ik dat boek ben begonnen met lezen, ben ik gelijk begonnen met de routine. En begin langzaam. Ga eerst 10 minuutjes hardlopen. Voeg dan steeds dingen toe. En dan heb je uiteindelijk dan heb je routine van, bij mij zit het inmiddels 2 uur denk ik. Mijn routine is inmiddels 2 uur lang, maar dat is echt top. Echt top. Maar ik ga weer verder.